Oké, dus je moet kiezen voor een visie op Amstel 3. Oké, even twee jaar. Degelijk nuances in de bouw, maar waar het vooral om gaat, en zeker ook Zuidoost, en dan zeggen van niet bouwen, nou ik vind het uitermate dom, laten we even de discussie duidelijk stellen. Zuidoost moet vooral doorgaan, Amsterdam moet vooral doorgaan. Alleen al het feit dat de helft van onze kinderen in de Bijlmer op het armoedeniveau zitten, dat zijn dingen die moet je bestrijden, dat doe je niet door stil te blijven zitten. Ook niet dat GroenLinks, nog één kort woord. Ik wil daar meteen op reageren, want armoede heeft niets te maken met het bouwen in groengebieden, hoor. Want kijk, dat kan ik wel zeggen, en dat wil ik heel nadrukkelijk zeggen. Wat dus heel erg is, dat men het voorzieningenniveau wil handhaven, maar dat dat ten koste gaat, dan willen wij gewoon hele dure flats gaan neerzetten in de groengebieden. En dat verdommen wij, zeg maar. Ja. Binnen Amsterdam geen behoefte voor is, binnen Zuidoost zeker niet, om mensen van buiten de stad te trekken en zo het zogenaamde voorzieningenniveau omhoog te krijgen. Wij willen de sociale status van de mensen die hier wonen verbeteren door sociaal te in te grijpen. En hoe ga je dat doen? Nou, door meer in te zetten op onderwijs, meer op ontwikkeling, meer op werk, de eigen vorming. Ja, maar als de scholen nou leegstromen. Oké, PvdA. Dat moet je dus tegenhouden. Dat gaan we hier tegen. Zodat mensen die hier wonen niet weggaan, maar in hun eigen buurt willen blijven wonen. Niet naar Almere gaan, maar in hun eigen buurt willen blijven wonen. Ja, maar word even wakker. PvdA. Mensen die hier wonen willen hier graag blijven wonen. Dus het is leidelijk om te zeggen dat wij mensen wegduwen. Die scholen stromen leeg, omdat de kinderen groter worden. Omdat? Die scholen stromen leeg omdat de kinderen groter worden. En de kinderen kunnen dan huis uit gaan studeren. En dus krijg je daar die stromen noemen de verdunning van de bevolking. Dat is een natuurlijk proces. En die kinderen willen ook ergens gaan wonen. En als het een beetje kan in de buurt. In de buurt van een paar jongen misschien. Nou, daar heb je dus woningen voor nodig. En dan gaan de SP straks allemaal naar Almere. Oké, wij willen ze hier wel. Ik sta ondertussen hier. Mevrouw. Tegen woningbouw, zuidoeveren in het Centraal Park. Niet per definitie. Andere locaties? Andere locaties zijn misschien bespreekbaar. Maar wat mijn vraag is, gaat ondanks dat de PvdA, want die heeft de absolute meerderheid, inderdaad, daar toch mee door? Hoe zit het hier voor jouw doel? Hebben ze dat nog door? Want die indruk krijg ik namelijk wel, hoor. Oké, PvdA, het verwijt. Jullie zijn het masblok en het is eigenlijk het is bekokstoofd, zegt mevrouw. Want jullie hebben de meerderheid. Klopt dat? Nee, het is nog helemaal niet bekokstoofd. Is de verdeeldheid in de fractie? Ja, dat wel. Vandaag hebben wij arme jongens eigenlijk. De voorgang in ons op onze computer gehad. En wij gaan daar nog over besluiten. En de inzet van de PvdA zal zijn. Kwaliteit gaat boven kwantiteit, dus we laten het getalscriterium los. We willen aansluiten bij de bestaande woningbouw. We willen als uitgangspunt nemen de groene parkenweg. Dat zijn allemaal kwaliteitscriteria waaraan wij de plannen zullen toetsen. Lammers heet, en die had ook grote plannen voor stadsvier van de PvdA. En die is tegengehouden bij de Haarlemmerpoort. Dus ik denk dat de PvdA eigenlijk ook tot orde moet komen, dat we gewoon op deze vergadering hier zo. De PvdA wordt tegengehouden bij Henny Plezier. Lange behartiging en eigen sier maken met iets van plannen die je door wilt drukken, of doe je nu echt aan belangenbehartiging van een stadsdeel? Hier dus allemaal tegenstanders eigenlijk. We hebben net uitgerekend, zijn 30.000 inwoners van Gaasperpas, die zijn er tegen. Dat zijn kiezers, waarom luistert u er naar? Waarom zegt u niet nu, ik ga dat opnieuw loslaten. We gaan het opnieuw als... Zegt u dan, die paar honderd woningen die hier zo komen, die moet je dan, een soort verevening, die kun je dan op die andere plekken zetten. Is dat wat u weet? Ja. Of laat je ze gewoon weg? Dan moet die locatie kiezen. Even, maar moet dat dan naar Centraal Park? En waar moeten die dan komen? Partij van de Arbeid. Peter, misschien moet je naar GroenLinks
misschien moet je de, nou, goed even naar de plannen van GroenLinks geven goede alternatieven namelijk. Nee, dat zijn geen alternatieven. GroenLinks neemt de plannen van de Partij van de Arbeid over. We zijn al bezig met de Gooise Weg. Even serieus mensen, even serieus. Ik wil ook serieus worden genomen. Absoluut, daar heb ik ook recht op. Partij van de Arbeid is bezig met het onderzoek naar de Gooise Weg. Partij van de Arbeid is bezig met het transformeren van de Amstel 3 locaties. Dat zijn allemaal, wij hebben al de sprong gemaakt bij Holendrecht naar Amstel 3. Allemaal, niet alleen door de Partij van de Arbeid, ook voor links en VVD. Voor mensen, nee wacht even, ook voor klein, ik spreek ook voor mensen die misschien niet goed erbij zijn, die hier nog één stukje hebben waar ze een klein beetje groen en stilte hebben. Als daar huizen staan, zomers met open ramen en muziek, kan je het wel schudden, wegstilte. Ja. Jullie zijn al teruggegaan dat je zegt, nou we gaan nu 3000 bouwen. Zou de Partij van de Arbeid het aandurven om van het bouwverhaal wat er nu ligt en ook bouwen in Gaarderdam Groen, het over de verkiezingen te tillen en een verkiezingsitem van te maken? Ja. De Partij van de Arbeid en de VVD zijn op dit moment degene die dit plan verdedigen. Het zijn nog helemaal geen plannen, het zijn nog helemaal geen uitgewerkte plannen. Dit is een bouwsteen voor de structuurvisie. Amsterdam en de structuurvisie Noord-Holland. En die zullen in 2010 ter besluitvorming worden voorgelegd. Dus dit zal zeker inzet worden voor de verkiezingen. Ja, nou, 5000 woningen is niet haalbaar. Dat getalscriterium is losgelaten. Wij gaan voor kwaliteit. En daardoor zullen we andere locaties des te harder nodig hebben. Zoals de Gooiseweg, zoals Amstel 3. Dat zijn allemaal programma's die wij al in gang hebben gezet. Daar wordt hard op gestudeerd. Ook de Dreven. Dus moet daar worden gekeken. Dat is ook een motie van de PvdA. Maar dus nu we het getal los hebben gelaten, ja. Zijn die andere studies heel hard nodig om op in te zetten. Nee, maar hoe kan je dat duidelijk naar invullen? Nee, voor de eerste. Ja. Ozo. Eerst de vraag met betrekking tot de leegstand op dit moment. Die heeft tijdelijke oorzaken. Een van die tijdelijke oorzaken is ook de competitie tussen de stadsdelen en tussen corporaties in verschillende stadsdelen. En stadsdeel Zuidoost op sommige punten kan niet concurreren met andere stadsdelen. En dan wat met betrekking, ik denk aan de slot. Ja, inderdaad, slot. Ja. Wij hebben in Gaasperdam, maar ook daarbuiten, een enquête gehouden met een enorme respons. Uit die enquête blijkt dat er vrijwel geen animo is voor bebouwing aan de zuidkant van de Gaasperplas of bebouwing in het Centraal Park Gaasperdam. Iedereen kan de resultaten van de enquête nu nalezen op onze website, dus dit boekwerk. Wij hebben voorgesteld een referendum te houden. Helaas, de coalitie heeft het weggestemd. Nou, dat had je 2 jaar geleden moeten voorstellen. Dan was er nog tijd geweest. De oppositie. Zo neem je de bevolking niet serieus. De oppositie was voor en de bevolking wel serieus. Ja. In tegenstelling tot de coalitie. Oké. Laatste woord, SP. Daar geef ik eerst antwoord op. Er is nog steeds een wachtlijst voor sociale huurwoningen. Het kost corporaties geen moeite om daar huurders voor te vinden. Op een enkel uitzondering na bij bijzondere categorieën. Maar in de normale sociale huurwoningen zijn binnen een mum van tijd weer opgevuld. Alleen frictieleegstand. CDA als laatste. Ik ben al niet klaar. Goed zo. Het besluit dat voor ligt luidt, waar we in juni over moeten gaan stemmen. Ja, precies. In te stemmen met de conclusie dat 7 locaties uit de verkenning woningbouwlocaties geschikt zijn voor woningbouw. Daar zitten dus die gevraagde locaties bij. Alles, ja. U bent een held, meneer Bals en meneer Miedema. Als u het aandurft om dit tot inzet te maken van de verkiezingen, want een referendum durfde u niet aan. Durf het dan wel aan om dit tot inzet te maken van de verkiezingen. Dan weten we tenminste wat we aan u hebben. Het slot. Zelfs als het dan over de verkiezingen gaat, dat punt, zelfs als dit gewoon aangenomen gaat worden, en dat hebben ze al met elkaar afgesproken, is er alle gelegenheid nog om, als er een andere coalitie komt, niet als dezelfde coalitie komt, als er een andere coalitie komt, om dit soort dingen gewoon mogelijk te maken. Oké, dames en heren. Ik heb hier het conceptraadsbesluit. Deze studie heeft aangetoond dat 5000 woningen niet mogelijk zijn. Ja. En dat is mede te danken aan wat deze mensen u verteld hebben allemaal. Ja, natuurlijk. We luisteren goed. Ik zet het voor.